Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video op het kanaal Ethical Gains. Mijn naam is Timo en in deze video ga ik uitleggen wat het allerlastigste is aan het vegan zijn. En het zijn niet een van de dingen als bijvoorbeeld je essentiële voedingsstoffen binnenkrijgen, zoals je eiwitten of vitamine en mineralen. Het is niet dat het moeilijk vol te houden is of dat het moeilijk is als je ergens heen gaat dat je dan niks te eten hebt. Want dat kun je allemaal op mijn kanaal zien, dat het allemaal heel erg meevalt, dat het totaal niet moeilijk is. En dat het zelfs niet per se makkelijker, maar wel fijner en leuker is om als vegan door het leven te gaan. Dus ik zal eventjes nog deze 1 nectarine en 2 perziken eten. En dan ga ik gelijk even een video afkijken die ik aan het kijken was. En dan zal ik even gaan uitleggen wat ik vind dat het lastigste is als vegan zijn. Dus druk alvast op de like en dan gaan we beginnen met de video. Ik heb even de camera neergezet om het over dit onderwerp te hebben. Dus wat is het allerlastigste aan het vegan zijn? Het is dus niet het eten, want het eten is super lekker als je het goed maakt of de goede dingen weet. Wat je natuurlijk leert door ervaring of tips van anderen, tips van mij natuurlijk. Heel veel van mijn video's kijken. Dus de voeding is hartstikke lekker, hartstikke gezond. Nog gezonder zelfs dan als je wel iets van dierlijke producten eet. Tegenwoordig, als je een dagje weggaat of op vakantie gaat, op heel veel plekken hebben ze heel veel verschillende lekkere vegan gerechten of snacks of dit of dat. En je kan natuurlijk altijd dingen meenemen, dus dat is ook niet lastig. Je essentiële vitamine, mineralen of bouwstoffen, zoals gewoon eiwitten of gezonde vetten, die zijn er ook genoeg in een vegan of in een plant-based diet. Dus dat is ook niet iets wat lastig is, want je hoeft alleen maar gevarieerd te eten van de verschillende groepen voeding. Dus de peulvruchten, de groenten, de fruit, de zaden en noten en natuurlijk de volkoren graanproducten. Als je die 5 gevarieerd eet, dan kom je aan al jouw essentiële dingen die je nodig hebt uit je voeding. Dus dat is ook niet lastig. Dus wat blijft er dan nog over? Het allerlastigste, naar mijn ervaring en ook als ik naar anderen kijk die hier moeite mee hebben. Het allerlastigste aan vegan zijn is het sociale aspect die erbij komt kijken. Wat bedoel ik met het sociale aspect? Nou, als je misschien niet vegan bent of juist als je wel vegan bent, zul je het wel of niet merken. Zelf, toen ik nog geen vegan was, bijna een jaar geleden, ik ben al bijna een jaar vegan, daarvoor, dan merk je al wat voor stereotypen er bij een vegan hoort en hoe er over vegans wordt gepraat door verschillende mensen. Het wordt bijvoorbeeld gezegd dat vegans irritant zijn, omdat ze hun visie van de wereld naar anderen aan het drukken zijn. Er wordt gezegd dat vegans zeuren over van alles. Maar er wordt ook bijvoorbeeld gezegd dat vegans niet gezond kunnen zijn. Terwijl dat is gewoon feitelijk onjuist. Maar er worden dus zoveel verschillende dingen bij. Ook nog bijvoorbeeld, dat vind ik ook een hele belangrijke. Dat als je als vegan, en dan zeker als man vegan bent, dat je dan eigenlijk niet een echte man bent. Omdat mannen eten vlees, wordt er altijd gezegd. En dat staat bijvoorbeeld ook op, of zo wordt het gemarket. De marketing gaat zo naar mannen van, hè, echte mannen die barbecuen vlees, die eten heel veel vlees. Want als je vlees eet, dan ben je een echte alfaman, dus omdat je het dier hebt geslacht. En net zoals dat vroeger de jagers en verzamelaars, de jagers waren vaak mannen. En dan wordt er dan gezegd, ja, dan vergelijken ze zichzelf met die mannen van toen. Terwijl nu loop je gewoon natuurlijk naar de supermarkt en je haalt je vlees of je dierlijke producten. En je gaat naar huis en je eet het lekker met je ketchup en weet ik veel wat je erbij doet. En dus als je dus geen melk drinkt, als je geen vlees eet, dan ben je bij sommige mensen, en dat stereotype hangt er echt, hoe ongelooflijk het ook is, ben je gewoon niet een echte man. Terwijl man zijn is natuurlijk iets heel anders dan vlees eten in mijn optiek. Ik denk namelijk dat een man zijn wordt gedefinieerd om sterk in je schoenen te staan, weten wat je wil, vastberaden zijn, gedisciplineerd. En allemaal die verschillende aspecten vind ik dat je iemand veel meer een man of een sterk persoon, want een vrouw kan natuurlijk ook gewoon die aspecten hebben of die karakteristieken. Om het goed te zeggen, wat iemand gewoon een sterk mens maakt. En dit soort stereotypes en dit soort meningen van sommige mensen, dat bijvoorbeeld
een onzekere iemand die zal minder snel vegan worden. Om die reden dat hij dan misschien gaat denken van, oh, dan vinden andere mensen mij misschien een watje of zulke dingen. Want ik blijf het zeggen, hoe ongelooflijk het ook is, het hangt echt in de samenleving waarin we nu nog leven. Dat het, ja, je blijft nog steeds de vreemde eend als je vegan bent. Terwijl, ja, natuurlijk het wordt steeds meer dat het, het wordt steeds meer geaccepteerd, dat sowieso. Er wordt steeds meer aanpassingen gedaan. En veel meer mensen gaan er onderzoek naar doen en begrijpen ook waarom mensen vegan zijn. Maar ze doen het zelf nog niet, want ik ben wel erg van mening dat uiteindelijk zal een heel groot deel van de bevolking in de nabije toekomst al vegan worden. En zeker bewust daarvan worden. Dus dat is het allerlastigste aan vegan worden en vegan zijn. Dit is natuurlijk voor de ene persoon lastiger dan voor de andere persoon. Want het ligt er echt aan hoe sterk iemand in zijn schoenen staat. En hoe overtuigd iemand is over het veganisme. Het veganisme is een moreel standpunt van elk stuk lijden wat ik de wereld inbreng wat niet nodig is, zouden we gewoon niet moeten doen. En daarvan is vlees eten, melk drinken, zuivel consumeren, dieren dragen, heel veel experimenten. Voor ons entertainment is dat allemaal een extra lijden wat we aan anderen brengen wat gewoon totaal niet nodig is. En daarom zijn vegans daartegen. Als je dus vegan bent, betekent dat dus. En niet dat je een plant-based diet volgt, wat mensen zeggen een vegan diet. En dat is dus twee verschillende dingen. En als je dus een echte vegan bent, dus echt voor de ethiek achter veganisme, dan zie ik niet zo snel dat je hiermee last gaat krijgen, omdat je dus echt weet waarvoor je het doet en bedenkt van, oh, sommige situaties zijn misschien een beetje ongemakkelijk omdat mensen je niet begrijpen of je krijgt vreemde vragen waar je soms misschien wel het antwoord gewoon niet op weet, maar dan hou je in je achterhoofd altijd nog die dieren van, wat is nou erger? Voor mij heel eventjes dat ongemak of dat lijden wat die dieren dag en nacht doorgaan. En ieder dier opnieuw, iedere generatie van de dieren, steeds weer opnieuw. En dat moeten we gewoon stoppen met z'n allen. Dus daarom is het ook weer gewoon super belangrijk om wel te blijven uitspreken. De vragen blijven te beantwoorden naar echt jouw mening en kennis en feiten. Waardoor andere mensen dus steeds meer over veganisme te weten komen. En er ook steeds meer over gaan nadenken. Dus ondanks dat sommige mensen misschien lijken dat ze een nare mening over veganisme hebben tegen jou, weet je nooit wat zo'n gesprek met iemand kan doen. En waar ik altijd heel graag bij stilsta, is iedereen, jij, ik, denkt nog ergens over na als hij in bed ligt en net voor het slapen. Heel veel mensen zeggen namelijk iets anders dan wat ze daadwerkelijk denken. Omdat ze op een bepaalde manier willen overkomen en daarom zeggen ze dus iets anders. Dus als je bijvoorbeeld in een groep mensen bent en de gemiddelde mening is daar over veganisme of een jongen die veganist is of een man die veganist is eigenlijk geen echte man. Dan gaan de mensen die zich onzeker voelen of onzeker zijn, die zullen sneller zeggen van, oh ja, dat klopt, en met de menigte meepraten dan hun eigen mening aan jou vertellen. Dus daarom is het altijd heel belangrijk om tegen iedereen gewoon een normaal gesprek aan te gaan en daarover te vertellen, over jouw mening, de feiten en zus en zo. Omdat die mensen, als ze wel uit die groep stappen, dus 's avonds als ze gaan slapen, dan denken ze misschien nog een keer over na en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En zo ontstaat een verandering van een mindset. Dus daarom is het wel nog steeds super belangrijk om die ongemak in sommige gesprekken gewoon aan te gaan en daar doorheen te gaan. En ik ben daarom ook van mening dat als je vegan als man bent, dat je dat ook echt kenbaar moet maken. Bijvoorbeeld zoals je op mijn kanaal kan zien, heb ik een vegan shirt. Die heb ik wel eens aan, dan kunnen mensen zien dat ik vegan ben. Maar ook als het onderwerp gewoon aan bod komt, dan vertel ik altijd even waarom het eten of dragen of entertainment of sommige experimenten slecht zijn om te kopen of om te doen. Zodat mensen altijd weten van, oh, hij is vegan. En daarom probeer ik een goed beeld van mezelf naar buiten te brengen. Daarom probeer ik ook het beste mens wat ik ook maar kan zijn te worden en iedere dag weer daarin te verbeteren. Omdat ik het gewoon super belangrijk vind dat mensen een voorbeeld aan mij nemen en denken van, wauw, kijk eens wat hij allemaal heeft. Bijvoorbeeld daarom ben ik heel erg serieus bezig met fitness, met mijn voeding. Maar ook op financieel gebied wil ik hele grote stappen daarom gaan maken. Zodat je dus als voorbeeld functioneert voor de wat mensen
voor de mensen die vaker meegaan gewoon met de groepen in plaats van dat ze echt hun eigen ding doen. En daarom is het dus zo belangrijk om, ook al is het voor jou of voor iemand anders die je kent, het lastigste van veganisme dus te tackelen door wel gewoon de ongemak in de gesprekken aan te gaan. Wel gewoon, ook als je een dagje uitgaat, ook als je ergens uit eten gaat, gewoon vragen om wat ze als veganistisch iets hebben. En daar gewoon sterk in je schoenen te blijven staan. Want als je eenmaal niet sterk in je schoenen staat, met een onderwerp, maakt niet uit waarover, dan gaan andere mensen jou ook niet serieus nemen en met de dag minder serieus nemen, waardoor het weer lastiger is om jouw standpunt serieus aan te kaarten. En ik zeg niet dat dit voor iedereen, want dat heb ik al een paar keer gezegd, dat het voor iedereen super makkelijk is om te doen, maar ik geloof wel dat iedereen dit kan doen en zeker als je iedere dag daarin stappen probeert te maken, omdat het probleem alleen maar opgelost wordt als we erover praten en als we andere mensen aanspreken op als ze iets verkeerds doen, zoals het consumeren van niet vegan eten, geen vegan kleren dragen en zo verder en zo verder en zo verder. Dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik hoop dat je heeft geïnspireerd of dat je de video gewoon leuk vond. Als je dat nou hebt gedaan, druk dan alsjeblieft op de like knop. Daar helpt mij echt super erg mee. Zodat andere mensen ook weer mijn video's vinden. Waardoor we dit kanaal kunnen laten groeien tot een groot vegan YouTube kanaal. Wat natuurlijk super goed is voor de vegan movement. En ja, dus heb je er iets aan gehad, druk dan op de like. Laat dan in de reacties weten wat jij moeilijk vindt aan veganisme of ik jou ergens mee kan helpen of jouw persoonlijke verhaal of iets in die richting, want daar ben ik echt super benieuwd naar. Dan gaan we even een gesprekje aan in de comments of op DM op Insta, dat kan natuurlijk ook, Timo_Kools. Vergeet dan niet te abonneren natuurlijk op mijn kanaal, Ethical Gains. En dan zie ik je weer in de volgende video.